Ja, jullie horen me niet aankomen. Dit is namelijk de Ampera, de auto waarmee Nederland voor een gedeelte in ieder geval elektrisch gaat rijden. En waar dat gedeelte op slaat, nou, dat gaan we allemaal uitleggen, want dit is bijzondere technologie. Ik probeer alleen even uit te vogelen hoe dat nou precies werkt met die auto. Ik kan op allerlei dingen drukken. Wat zei je toch? Van, je hebt een modus waarbij je de elektriciteit bewaart. Ja, dit navigatiesysteem en alle bediening daaromheen, dat is een tandje ingewikkeld. We hebben heel veel knoppen hier, van die diptoetsjes zijn het eigenlijk. Heel high-tech in de jaren 80. Nou, het werkt net niet intuïtief, dus we hebben een klein nadeeltje te pakken. Deze auto heeft natuurlijk ook een aantal voordelen en wel 0% bijtelling. Nul. Nada, noppes, niks. Als je hem zakelijk rijdt dan. Want ja, de uitstoot is heel laag. Voordat ik daar nou eens over doorga, zal ik eerst even uitleggen hoe het concept nou precies werkt. Dit is een elektrische auto met een range extender. Dus we hebben een verbrandingsmotor, we hebben een elektromotor, we hebben een accu. En het zit in een vorm die lijkt op een Prius. Maar daar zijn de overeenkomsten ook wel een beetje op en beginnen de verschillen. Hij wordt elektrisch aangedreven in principe, maar we hebben ook een verbrandingsmotor aan boord. En die verbrandingsmotor, dat is een generator om elektriciteit op te wekken op het moment dat de accu leeg is. Je kunt deze auto ook gewoon met de accu opladen. Doe je dat, kan je tot 80 kilometer rijden. Nou, daarna is die leeg en dan krijg je die verbrandingsmotor die gaat starten. Dat is een vrij simpele 1.4 met 86 pk. Dankzij die verbrandingsmotor heb je ook niet het probleem van elektrische auto's, namelijk die hele korte range. Want je kunt gewoon met benzine je eigen elektriciteit maken en dan kan je ongeveer 500 kilometer rijden. En daarna gewoon weer tanken en gewoon weer door. Maar ondertussen worden die wielen wel door de elektromotor aangedreven. Het resultaat van dit alles? Nou ja, een CO2-uitstoot van minder dan 40 gram, 1,6 liter per 100 kilometer. Echt enorm zuinig. Let wel, dat verbruik, dat haal je natuurlijk alleen als je hem elke keer netjes oplaadt als die accu's leeg zijn. Na 80 kilometer zal in de praktijk misschien maar 50 zijn. Nou, door dit lange verhaal vergeet ik eigenlijk bijna te praten over toch iets wat ook wel belangrijk is. Hoe rijdt het nou eigenlijk? Nou, ja, bijzonder. Het is natuurlijk heel erg stil. Op het moment dat de verbrandingsmotor bij moet schakelen, dan gebeurt er eigenlijk iets raars. Want het toerental loopt wel op naarmate je meer belast. Maar als je dan bijvoorbeeld van het gas afgaat, dan blijft hij nog even een soort beetje naeilen om nog steeds een beetje elektriciteit te genereren. Want wie weet wil je straks weer vol gas weg. Dus er zit niet een lineair direct verband tussen gas geven, motorgeluid en of je aan het accelereren of misschien zelfs aan het remmen bent. Wat Opel wel heel goed heeft gedaan en echt vele malen beter dan Toyota en Lexus is isolatie van het motorgeluid. Je hoort hem wel, maar het is niet heel erg storend. We hebben niet het gevoel wat we in de Lexus duidelijk wel hadden. Het is ook een zware auto. We hebben alleen al 198 kilo aan accu's aan boord. Dus 0 tot 100, 9 seconden. En de topsnelheid, die is eigenlijk begrensd op 161. Het is niet zo'n muesli ding als die andere hybrides die je natuurlijk kennen. Waarbij je eigenlijk continu wordt ontmoedigd om gas te geven, omdat er dan eigenlijk niet zoveel gebeurt. Deze pakt wel lekker op. De prestaties die komen er wel uit. Stuurt aardig, alhoewel je ook niet al te veel van moet verwachten. Heel sportief wordt het niet. Ik vind deze auto er wel aardig uitzien. Ampera heeft wel een lekker Opel smoeltje. Die huisstijl is goed doorgevoerd. Ik kijk er echt heel modern uit. Binnenin ook mooi afgewerkt. Over het algemeen met een paar kleine missertjes. Dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar de prijs. 43.000 euro. Ja, dat is een hele klap geld. Maar
je telt er toch niks over bij. Dus het maakt niet uit. Als jij hem kan leasen, dan is dit natuurlijk dé auto om te nemen. Want het kost je gewoon 0 euro per maand om hier privé in rond te crossen. 0. En aangezien het om geld gaat, regel dan even met de baas dat als je hem thuis oplaadt, dat je die stroom natuurlijk wel bij je baas kan declareren. Hè? Top tip.